Today. President Bouterse garandeert sociaal beleid in 2019. President Desiree Delano Bouterse heeft tijdens zijn nieuwjaartoespraak de garantie gegeven dat de regering zich ook dit jaar zal inzetten om de bestaanszekerheid van iedere burger te waarborgen. In dit verband heeft de regering reeds meermalen betoogd dat niemand verstoken mag zijn van gezondheidszorg. De dreiging dat de gezondheidszorg financieel en organisatorisch vastloopt, heeft de regering ertoe gesnoopt stappen te nemen om dit te voorkomen. Zo zal binnen het bestel van de gezondheidszorg de wet basiszorg spoedig en grondig worden herzien. De regering is al in een vergevorderd stadium met het instellen van een multidisciplinair team van deskundigen dat deze onverkwikkelde zaak diepgaand moet evalueren. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.